moderne automobielconstructies met glad afgewerkte carrosserieën. Door sterke lijmsoorten toe te passen, kan de ruit nu als dragend gedeelte functioneren. Een staaltje high-tech voor de vakmensen in de Opel-werkplaatsen. Crashtests en daadwerkelijke ongevallen hebben aangetoond dat de ruiten zelfs heel blijven wanneer de carrosserie extreem veel schade heeft opgelopen. Daardoor is de wens ontstaan deze nog bruikbare ruiten heel uit te bouwen. De afvalkosten zijn lager en het milieu en de grondstoffen worden gespaard. Een mooi resultaat. Wanneer een ruit, bijvoorbeeld door steenslag, ernstig is beschadigd, moet deze eveneens gemakkelijk gedemonteerd en vervangen kunnen worden. Deze videofilm dient als aanvulling op de bekende serviceinstructies, technische informaties en technische nieuwigheden. In deze film worden de specifieke Opel-methoden getoond om de ruiten van elk model heel uit te kunnen snijden en in te kunnen lijmen. Tevens wordt het gebruik van alle beschikbare snijgereedschappen en lijmsoorten gedemonstreerd. Op het bijgevoegde vouwblad vindt u niet alleen een inhoudsopgave, maar ook een overzicht van de bijzonderheden en behandelingen die op de ruiten van de verschillende modellen van toepassing zijn. Een belangrijke voorwaarde bij het monteren van een ruit is een correcte combinatie van de gebruikte materialen. Door de originele Opel-onderdelen, ruiten en lijmsets te gebruiken, zal de montage optimaal verlopen en kan de ruit betrouwbaar functioneren. Alle originele Opel-ruiten zijn in de hoek van een opdruk voorzien, waaraan de tint van het glas kan worden herkend. GF staat voor een groene ruit en F voor een heldere ruit. Om een ruit heel uit te bouwen, kunnen er drie verschillende soorten gereedschap worden gebruikt. De snijdraadset MKM 598B bestaat uit een vierkante draad, verschillende handvatten, een beschermingsmantel en een doorsteekpriem. Het gebruik van snijdraad wordt uitvoerig beschreven in paragraaf 4.2, waarin de achterruit van een Vectra B wordt uitgebouwd. Om gebruik te kunnen maken van het thermomes MKM 590B zijn er verschillende soorten messen ontwikkeld. Zoals paragraaf 4.1 laat zien, moet er op de werkplek voldoende ventilatie aanwezig zijn. Het oscillerende snijmes is leverbaar in een elektrische uitvoering MKM 846-1E en in een pneumatische uitvoering MKM 846-1P. Ook hiervoor zijn verschillende messen ontwikkeld voor speciale toepassingen. Het gebruik ervan wordt onder andere in paragraaf 4.3 getoond tijdens het uitbouwen van een achterklepruit van een Vectra B. Op pagina 7 van de technische informatie TIC 47C99 van 395 treft u een tabel aan met een gedetailleerd overzicht van de ruiten en de bijbehorende gereedschappen. Voor de modellen Monterey, Frontera en Campo mogen alle getoonde snijgereedschappen worden gebruikt. Er zijn verschillende lijmsets leverbaar voor het inlijmen van ruiten.
De één-componenten-lijmset bestaat, net als alle sets, uit het lijmpatroon, een flesje activator en universele primer, een reinigingsdoek en een kwastje voor het aanbrengen van de universele primer en twee spuitmonden, waarvan er één voorgesneden is. Het drogen van de lijm is een puur fysisch proces en vindt plaats onder invloed van de luchtvochtigheid. Bij de twee componenten één patroonset is het vooral belangrijk dat beide op vakkundige wijze met elkaar worden vermengd. Anders kan de effectiviteit van de lijm niet worden gegarandeerd. Door het vermengen van de twee componenten ontstaat een chemisch proces waardoor de lijm droogt. In principe moeten alle lijmsoorten snel worden verwerkt. De twee componenten uit de derde set worden automatisch gemengd in de mengkop. Bij gebruikmaking van het elektrische lijmpistool Betagun 2000. De activator en universele primer die bij deze set zitten, hebben verschillend gekleurde doppen, die ook na het openen van de flessen niet kunnen worden verwisseld. Dit geldt ook voor de afzonderlijk te bestellen activator voor de peurrand. Deze is bestemd voor de achterklepruiten en heeft een blauwe dop. Ruiten die met een één-componentenlijm zijn gemonteerd, moeten in principe één nacht drogen bij een omgevingstemperatuur van 18 graden. Twee-componentenlijmen hoeven door hun chemische reactie maar 1 uur te drogen. Wanneer er echter bestuurders- en passagiers-airbag aanwezig zijn, moet de auto na het inlijmen van de voorruit in elk geval 's nachts blijven staan. Nadere informatie over de gelijmde ruiten en de bijbehorende droogtijden vindt u in de TIC 40 C106 van 296. De beide lege patronen van de twee componenten lijm en de mengkop zijn chemisch afval. De lege lijmpatronen kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven. De universele primer, de activator en de PUR-activator moeten in elk geval als chemisch afval worden verwerkt. Op de bijsluiters staan belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van de lijmen, de activatoren en de universele primer. Het uitsnijden en inlijmen van de voorruit wordt hier gedemonstreerd met een Vectra B als voorbeeld. Deze werkmethode geldt ook voor alle andere modellen. Eerst de verschillende onderdelen verwijderen, de motorkap, de ruitenwissers en de waterdeflector uitbouwen. Het is raadzaam om aan de binnenkant de bekleding van de A-stijl en de achteruitkijkspiegel los te maken. De zonnekleppen en de bevestiging van de hemel moeten eveneens worden losgemaakt. En de bekleding rondom de ruit moet worden uitgebouwd. Voor zover aanwezig, het defrosterrooster verwijderen en de sierlijsten afhankelijk van de uitvoering, meerdere delen of uit één stuk. Bij de Vectra B de sierlijst in de bovenhoek insnijden en lostrekken, om te voorkomen dat de lak bij het uitsnijden van de ruit wordt beschadigd, moet de ruitsponning worden afgeplakt.
Voor het uitsnijden van de voorruit kan bij de Vectra B naar keuze gebruik worden gemaakt van de snijdraad, het thermomes of het oscillerende snijmes. Voor de keuze van het juiste gereedschap bij de andere modellen wordt naar de TIC47C99 van 395 verwezen. Tijdens de demonstratie zal de voorruit met het thermomes MKM 590A worden uitgesneden. Voor een optimale instelling zijn een middelmatige temperatuur en luchtdruk nodig, want het mes wordt met perslucht gekoeld, zodat de lijm niet verbrandt. Het mes wordt aan de onderkant in het midden van de ruit door het lijmbed gestoken en door de lijm getrokken. Het mes moet daarbij goed worden gestuurd. Tijdens het werken met het thermomes moet er voldoende afzuiging voor de dampen aanwezig zijn. Er mag geen snijolie of smeermiddel worden gebruikt, omdat de lijm daardoor straks minder goed zal hechten. Er mag niet met een oververhit mes worden gesneden. Daarom mag de temperatuur niet alleen worden verhoogd. De lijm zal daardoor met veel rookontwikkeling verbranden. De temperatuur moet altijd gelijkmatig en gelijktijdig met de lucht worden verhoogd. Aan de andere kant wordt dezelfde werkwijze gevolgd. Wanneer de ruimte tussen de bovenste sierlijst en de sponning te klein is, wordt voor het uitsnijden een snijdraad gebruikt. Met de bevochtigde zuignappen van de MKM 641 wordt de voorruit op de ruithouder getild. De overgebleven lijmreep op de carrosserie wordt afgesneden tot een hoogte van ongeveer 1 mm. De resterende reep niet aanraken, omdat de hechting daardoor vermindert. Controleer of de sponning eventueel lakschade heeft opgelopen door een verkeerde demontage. Indien nodig, de lakschade aan de sponning verhelpen. Nadat het U-profiel van de bovenste sierlijst van de uitgesneden ruit is getrokken, wordt ook hier de lijmreep voor hergebruik tot een hoogte van ongeveer 1 mm afgesneden. Als voorbereiding wordt het latere lijmvlak van de nieuwe ruit voorbehandeld met de activator uit de set. Zowel bij hergebruikte als bij nieuwe ruiten moeten de bovenste ruitsierlijst met het uitstekende U-profiel en de onderste lijst tegen de markering in het midden van de ruit op de rand worden gezet. Alleen bij nieuwe ruiten wordt er vervolgens universele primer aangebracht, parallel aan de ruitrand. Terwijl de primer droogt, wordt de lijm klaargemaakt. In de TIC40C106 van 296 staat welke lijm moet worden gebruikt en hoe lang de droogtijd is. Voor deze demonstratie wordt de twee componenten lijm in één patroon gebruikt. Eerst wordt het metalen patroon met de component A geopend. En in het grote patroon geplaatst. Vervolgens de component B uit het andere patroon. In het patroon bevindt zich een mengschijf.
Met een boormachine en een mengstaaf wordt de lijm bij ongeveer 1000 omwentelingen van aanslag tot aanslag 25 maal heen en weer bewogen. Wanneer het toerental van de boormachine te hoog is, wordt de lijm warm en hard. Wordt de lijm minder dan 25 maal heen en weer bewogen, dan is de menging niet voldoende en stopt de schijf niet. Dit mengproces mag niet worden onderbroken en de lijm moet vervolgens snel worden verwerkt. Met het aanbrengen van de lijm wordt altijd aan de onderkant op het midden van de ruit begonnen. Met een speciaal op maat gesneden spuitmond uit de lijmset kan een hoge, smalle lijmreep worden gemaakt. Aan de zijkant wordt de lijmreep op een afstand van ongeveer 5 mm van de ruitrand aangebracht. Op de onderste en bovenste ruitrand wordt de lijm direct onder de ruitsierlijst aangebracht. Attentie, de ruit alleen goed afdichten wanneer de lijm gelijkmatig wordt aangebracht. Breng niet meer lijm aan dan noodzakelijk is. Laat de lijmrepen elkaar bij de naad overlappen door ze een stukje parallel te laten lopen. En druk ze tegen elkaar. Omdat de zeefdrukrand hier het breedst is, zal de grotere hoeveelheid lijm meestal niet opvallen. De voerruit kan nu weer in de sponning gelegd. En gefixeerd worden. Meestal kan de ruit voldoende worden gefixeerd met papier en plakband. Wanneer de spangordels MKM 591 worden gebruikt, mogen deze niet te strak worden gespannen, omdat de ruit anders onder spanning wordt vastgelijmd. De ruit of de lijmverbinding kunnen dan na het losmaken van de gordels breken, wat tot lekkages kan leiden. De portieren moeten gedurende ongeveer 1 uur open blijven, zodat de spanning van de gordels constant blijft. Ten slotte kunnen alle onderdelen weer worden gemonteerd. Attentie! Wanneer er een bestuurders- en passagiersairbag aanwezig zijn, moet de auto 's nachts blijven staan, ongeacht de gebruikte lijmsoort. Wanneer primer op een nieuwe voorruit van een Omega B wordt aangebracht, moet de voorgeschreven afstand tot de onderrand in acht worden genomen. Binnen de eerste 20 centimeter vanaf de hoek loopt de afstand tot de rand op tot ongeveer 20 mm. Het aanbrengen van de primer wordt vereenvoudigd door de markering op het kwastje. De lijm wordt in alle gevallen op de ruit aangebracht. Bij het plaatsen van de ruit moet een afstand van 3 mm tot de boven- en onderrand worden aangehouden, omdat anders de sierlijsten niet correct kunnen worden gemonteerd. Wanneer het glas de sponning raakt of de ruit te diep ligt, dan is de lijmlaag dunner dan 4 mm, wat vrijwel zeker tot ruitbreuk of lekkage zal leiden. De afstelling wordt vergemakkelijkt door de fixeerstukken tegen het schutbord die bij sommige auto's met een merkteken voor rechts en links zijn voorzien. Bij de Astra F bijvoorbeeld wordt de hoogte van de ruit door middel van een excentriek op het schutbord ingesteld. Over het algemeen kan de ruit voldoende gefixeerd worden met papieren plakband. Bij de uitbouw van de voerruit van de Monterey worden eerst de zijdelingse sierlijsten en de ruitenwissels verwijderd. Vervolgens de overige sierlijsten.
draai deze bouten in de motorruimte los om de voorste paravent uit te bouwen. Druk de clips in en licht de paravent van de auto. Nu kunnen de ruithouders worden verwijderd. In de auto worden de bekleding van de A-stijlen en eventueel de zonnekleppen en de binnenspiegel verwijderd. Vervolgens kan de hemel worden losgemaakt. Voor het uitsnijden van de voorruit van de Monterey mogen alle gereedschappen worden gebruikt. Geadviseerd wordt echter het thermomes, omdat de vulstukken en de witte sierlijstklemmen met het andere gereedschap slechts moeizaam kunnen worden doorgesneden. Nadat de lijmresten tot een dikte van 1 mm zijn afgesneden, worden de nieuwe vulstukken vastgelijmd. Deze zijn noodzakelijk voor de correcte tussenruimte en positie van de ruit. Bij off-road gebruik kan de carrosserie immers gaan wringen. Voor het aanbrengen van de lijm moeten de nieuwe sierlijstklemmen aan weerszijden op de ruit worden gestoken. Sinds modeljaar 93 is het aantal van 4 naar 5 stuks verhoogd. Monteer de bovenste sierlijst op 5 mm van de ruitranden op de voorruit en fixeer de lijst met papieren plakband, zodat deze later bij de montage van de ruit niet verschuift. De nieuwe ruiten worden eerst voorbehandeld door het aanbrengen van de universele primer. De lijm wordt aangebracht. Alle soorten ruitenlijm zijn toegestaan. Let op een gelijkmatige verdeling van de lijm. Plaats de ruit snel. De hoogte van de ruit wordt met de ruithouder ingesteld. De tussenruimte aan de zijkant moet even groot zijn, zodat de sierlijsten passen. Deze kunnen gemakkelijk worden verbogen en mogen daarom niet met een hamer worden gemonteerd. Attentie, houd rekening met de voorgeschreven droogtijd van de betreffende lijm, alvorens de auto aan de klant over te dragen. Ook het uitsnijden en inlijmen van de achterruit wordt hier gedemonstreerd met een Vectra B als voorbeeld. Deze werkmethode geldt ook voor alle andere modellen. Verwijder eerst de nodige onderdelen. De binnenbekleding van de CD-stijl en de hoedenplank. Trek de stekker van de achteruitverwarming eraf. En maak de hemel los. Snijd aan de buitenkant de ruitsierlijst door en trek deze rondom van de ruit. Plak als bescherming de ruitsponning af. Voor het uitsnijden van de achterruit kan bij de Vectra B naar keuze gebruik worden gemaakt van de snijdraad, het thermomes of het oscillerende snijmes. Tijdens de demonstratie zal de ruit met de snijdraad MKM 589 worden gedemonteerd. De getoonde handelingen gelden voor alle ruiten die met een snijdraad mogen worden uitgebouwd. De vierkante draad MKM 589-1 moet, altijd van binnen naar buiten, door het lijmbed worden gestoken. Monteer het handvat en trek de draad door de lijmlaag. Om beschadigingen te voorkomen, moeten de werkzaamheden door twee monteurs worden uitgevoerd die veiligheidshandschoenen en brillen dragen.
Bij het doorsnijden van de zijkant mag de draad niet langer zijn dan ongeveer 60 centimeter. Boven en onder bedraagt de draadlengte 120 tot 140 centimeter. Houd het handvat aan de binnenkant zo dicht mogelijk tegen de ruit om beschadiging van de bekleding te voorkomen. De draad moet altijd parallel aan de ruitrand en zo plat mogelijk tegen de ruit worden getrokken en onder spanning worden gehouden. Door een te grote trekbelasting of te veel wrijving kan de draad breken. Snijd in elk geval tot aan de ruitrand en vervang daarna de draad. De overgebleven lijmreep op de carrosserie en de ruit worden tot een dikte van ongeveer 1 mm afgesneden. Zet de nieuwe sierlijst op de ruitrand voordat de lijm wordt aangebracht. Alle soorten ruitenlijm zijn toegestaan. Tijdens de demonstratie wordt gebruik gemaakt van de 1-componenten lijmset. De lijm wordt aangebracht met de voorgesneden driehoek spuitmond uit de set. De ruit zal alleen goed afdichten wanneer de lijm gelijkmatig wordt aangebracht. De achterruit wordt nu weer in de sponning gelegd en gefixeerd. Attentie, houd rekening met de voorgeschreven droogtijd van de betreffende lijm alvorens de auto aan de klant over te dragen. Hoe bij een achterruit van een cabriolet moet worden gehandeld, wordt uitvoerig besproken in de video VT25 over de Astra F Cabrio. Bij de Vectra B met achterklep eerst de binnenbekleding van de achterklep uitbouwen. De stekker van de achteruitverwarming lostrekken en de aansluitingen vastplakken. Voor het uitsnijden van de achterklepruit van de Vectra B kan naar keuze de snijdraad of het oscillerende snijmes worden gebruikt. Tijdens de demonstratie zal de ruit met het pneumatische snijapparaat MKM-846-1P en de nieuwe messen MKM-846-8, 9 en 10 worden uitgesneden. Het uitsnijden begint met het mes MKM-846-9 aan de binnenkant, langs de zijkant van de sponning ter hoogte van de stekker voor de achteruitverwarming. Vandaar wordt het mes eerst naar de onderhoek en daarna naar de bovenhoek getrokken. Aan de andere kant van de ruit wordt dezelfde methode toegepast. Het bovenste gedeelte wordt met het mes MKM-846-10 losgesneden. Steek het mes onder een hoek van 45 graden aan de zijkant, iets boven de bocht, voor de helft naar binnen. Houd het mes evenwijdig, zodat de peurrand niet wordt beschadigd. Draai het mes bij de bocht, houd het onder een hoek van 90 graden en steek het helemaal naar binnen. Wanneer de sierlijst bij het uitsnijden wordt beschadigd, kan de ruit niet meer worden gebruikt. In de andere hoek moet het mes voorzichtig worden gedraaid, trek het er half uit, houd het onder een hoek van 45 graden en snijd de rest van de lijm aan de bovenkant los. De onderkant wordt met het mes MKM-846-8 losgesneden.
Met het mes MKM 84670 werd de overgebleven lijmreep op de carrosserie en de ruit tot een dikte van ongeveer 1 mm afgesneden. Bij nieuwe ruiten wordt het lijmvlak voorbehandeld met de activator uit de set. In de appendix van TIC45C107 van 396 bevinden zich schablonen. Knip deze uit en leg ze op de hoeken van de ruit, zodat de universele primer en later de lijm op correcte wijze worden aangebracht. In principe mogen alle soorten ruitenlijm worden gebruikt. Neem daarbij in elk geval de betreffende gebruiksaanwijzing in acht. Tijdens de demonstratie wordt gebruik gemaakt van de twee componenten lijm in combinatie met een lijmpistool met menginrichting, de Betagun 2000. De lijm wordt met de voorgesneden driehoek spuitmond op de ruit aangebracht. De ruit kan alleen goed afdichten wanneer de lijm gelijkmatig wordt aangebracht. Gebruik niet meer lijm dan noodzakelijk is. Ruit erin leggen. Zacht aandrukken. En fixeren. De ruimte tussen de ruit en de carrosserie moet 4 tot 6 mm bedragen. In dat geval sluit de sierlijst goed vlak aan. Attentie, houd rekening met de voorgeschreven droogtijd van de betreffende lijm alvorens de auto aan de klant over te dragen. De achterruit van de Tigra is rondom voorzien van een opgespoten polyurethaanprofiel. Dit profiel kan niet worden vervangen en moet daarom bij het uitsnijden van de ruit heel blijven. Omdat de ruit van binnenuit wordt losgesneden, moet de binnenbekleding van de achterklep worden verwijderd. Trek de stekker voor de achterruitverwarming los en bescherm het contact met plakband. De ruitenwisser wordt samen met de aandrijving uitgebouwd. Dit geldt ook voor de spoiler. De kofferruimte moet tegen omlaagvallende lijmresten worden beschermd. In verband met de bijzondere vorm van de ruit mag uitsluitend het oscillerende snijmes in combinatie met de speciale messen MKM 846-2 tot en met 5 worden gebruikt. Het snijden gaat het gemakkelijkst wanneer de messen geslepen zijn. De achterklep staat iets open. Met het mes MKM 846-2 wordt de onderrand van de ruit losgesneden. Met het mes MKM 846-4 de zijkanten. En met MKM 846-3 de bovenrand. Het is raadzaam de ruit daarbij af te plakken om beschadigingen te voorkomen. Snijd de lijmresten op de carrosserie af met het schaafmes MKM 846-5.
Ten slotte worden de vulstukken uit de set KM-848 aangebracht om de ruit later te kunnen positioneren. De beide vulstukken voor het dak zijn magnetisch. De onderste worden er gewoon opgelegd. Bij een nieuwe ruit moet in verband met de hechting het lijmvlak van de PUR-rimrand met droog schuurpapier met een korrelgrootte van 80 tot 100 worden opgeschuurd. En het schuurstof moet worden weggeblazen. De PUR-rim-activator met de blauwe dop wordt op het lijmvlak van de PUR-rimrand aangebracht en nergens anders. Attentie, breng in geen geval de universele primer op de PUR-rimrand aan. Het lijmvlak ter hoogte van de zeefdrukrand wordt voorbehandeld met de activator met de gele dop. Deze activator mag niet op de PUR-rimrand of op een oude lijmreep terechtkomen. De merktekens die op ongeveer 55 mm van de zeefdrukrand zijn aangebracht, dienen als hulpmiddel voor het aanbrengen van de universele primer. De universele primer mag alleen ter hoogte van de zeefdruk worden aangebracht. Wanneer een oude ruit wordt hergebruikt, moeten de afdichtingen worden verwijderd en moet de overgebleven lijmreep, net als op de carrosserie, tot een dikte van ongeveer 1 mm worden afgesneden en gereinigd. Er worden nieuwe afdichtingen op de linker- en rechterkant geplakt. Alle soorten ruitenlijm zijn toegestaan. De ruit wordt eerst bij het dak en daarna aan de onderkant geplaatst en aangedrukt. De wiggen van het speciaal gereedschap zorgen daarbij voor een correcte tussenruimte. Om later geen last van windgeruis of lekkages te krijgen, ligt de ruit bij het dak iets dieper in de sponning. De omtrek van de ruit tegen de B-stijlen wordt met het speciale gereedschap KM-848-2 afgesteld en gefixeerd. Nadat de droogtijd voorbij is, kunnen alle onderdelen weer worden gemonteerd. Wanneer de achterruit van een Calibra met een draad wordt uitgesneden, moet in elk geval een beschermingsmantel worden gebruikt. Er wordt een gaatje gemaakt met een aangeslepen lastdraad van 3 mm. Ongeveer 180 mm boven de ophanging van de gasdrukveer aan de buitenkant. Met een spiraalboor zou de sierlijst worden beschadigd. Steek de ongeveer 70 cm lange snijdraad door het gat naar binnen. Schuif de beschermingsmantel MKM-589-4 over de snijdraad, zodat de buitenste sierlijst aan de onderkant niet wordt beschadigd bij het naar binnen trekken van de draad. Wees voorzichtig in de buurt van het kabelschoentje. Houd de snijdraad van buiten op spanning en trek hem van binnenuit tot aan de onderhoek. De beschermingsmantel wordt daarbij doorgesneden en mag niet meer worden gebruikt. Monteer een nieuwe en trek de draad naar boven. Herhaal deze werkwijze aan de andere kant. In de hoeken moet de lijm zonder beschermingsmantel met een heel korte draad worden doorgezaagd. Plaats de draad aan de bovenkant met de beschermingsmantel onder de sierlijst en snijd de lijm samen met de beschermingsmantel door. De onderhoeken worden ook met een zagende beweging doorgesneden.
Plaats de mantel en snijd de lijm door. Indien de ruit met de snijdraad wordt uitgesneden, kunnen in de hoeken stukken van het peurprofiel worden gezaagd. Deze resten moeten worden afgesneden om ruimte te maken voor de nieuwe lijmlaag. Wanneer er aan de binnenkant stukken van het peurprofiel zijn gesneden, heeft dat geen invloed op de afdichting of de hechting van de achterruit. Voordat de ruit van de laaddeur van de Monterey kan worden uitgesneden, moeten een aantal onderdelen worden uitgebouwd. Trek de stekker voor de achterruitverwarming eraf en draai de toevoerleiding voor de ruitensproeier los. Verwijder de bekleding van de laaddeur, de sierlijst van de deur en de bekleding van de sponning. Maak de beide onderste clips los. De ruit wordt uitgesneden met het oscillerende snijmes MKM 846. Het thermomes of de snijdraad mogen ook worden gebruikt. Let hierbij op de aansluitingen voor de achterruitverwarming. Nadat de lijmresten op de carrosserie zijn afgesneden, worden de peurprofielen van de nieuwe ruit om de clips opgeschuurd en met de peuractivator voorbehandeld. Het zeefdrukgedeelte wordt ook voorbehandeld en alleen daarop mag de universele primer worden aangebracht. Breng de lijm met de voorgesneden spuitmond aan. Alle soorten ruitenlijm zijn toegestaan. Houd daarbij een afstand van 3 mm tot de rand van de sierlijst aan. Spuit om de clip in de uitspijring heen. Let op een gelijkmatige verdeling van de lijm. Leg de ruit erop. Steek de clips in de gaten en schuif de borging aan de onderkant naar voren. Ten slotte worden alle onderdelen weer gemonteerd. Voordat de vaste ruit van de Monterey kan worden uitgesneden, worden het ventilatierooster aan de buitenkant en de bovenste binnenbekleding van de zijwand verwijderd. De ruit kan met de snijdraad, het thermomes of het oscillerende snijmes worden uitgesneden. Breng de lijm met de voorgesneden spuitmond aan. Alle soorten ruitenlijm zijn toegestaan. Druk de clips van de ruit in de bijbehorende gaten van de carrosserie. Neem de voorgeschreven droogtijden in acht. Wanneer de binnenspiegel van de voorruit is losgeraakt, moet de bevestigingsplaat opnieuw worden gelijmd. Daartoe wordt het lijmvlak met een boormachine opgeschuurd en grondig gereinigd. Maak de bevestigingsplaat van de spiegel los en schuur het lijmvlak op met droogschuurpapier korrelgrootte 100. En reinig het grondig met wasbenzine. De twee componenten lijm moet binnen 5 minuten worden verwerkt. Roer de lijm door en breng een dunne laag maximaal 1 mm over de gehele bevestigingsplaat aan. Zet de bevestigingsplaat tegen de ruit en fixeer hem met plakband. Het droogproces kan met een straalkachel worden versneld. Volg de gebruiksaanwijzing van de lijm op
en verwarm deze niet verder dan 80 graden. Om te voorkomen dat door een lekkende ruit windgeruis optreedt, wordt de buitenkant van de ruit met zeepsop ingesmeerd. De randen van de ruit worden van binnenuit met perslucht afgeblazen. Wanneer er luchtbellen te zien zijn, of het zeepsop zelfs duidelijk wordt weggeblazen, moet de ruit worden uitgesneden en opnieuw worden ingelijmd. Men kan ook de klank van de ruit testen door er met een vuist tegenaan te slaan. Wanneer de klank duidelijk varieert, zit de ruit los en moet deze opnieuw worden gelijmd.